ga ik dit allemaal afkrijgen? Oké, ik geloof dat ik het snap. Stom potlood. Wie houd ik voor de gek? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb gelukkig sterke koffie. Oké, concentreren. Op deze weet ik het antwoord wel. Ja, het lukt. Volgens mij is het antwoord B. Koffie bijvullen, dat bedoel ik. Ik kan niet meer scherp zien. Oh, ik heb geen tijd om moe te worden. Ik moet ogen open houden. Oh nee, het is helemaal doorweekt. Wat een ramp. Ik ben zo'n kluns. Dan nog maar eens bijvullen. Wat is hier gebeurd? Je hebt koffie gemorst? Arme jij. Ik wou dat ik je kon helpen. Nou, misschien kan ik dat ook wel. Geef me je hem ook eens. Mijn chipsdeksel past er precies op. Dat zou een nieuw ongeluk moeten voorkomen. Waar was ik gebleven? Nee! Hé, er is niks gemorst. Lily heeft hele goede ideeën. En het blijft ook nog warm. Kon ze dit probleem maar oplossen? Hoe heet hij? Uh-oh! Hey! Dank je! Doei! Ik kan hier niet nog een van drinken. Ik heb echt voedsel nodig. Yuck! Hey, ik was helemaal vergeten dat ik dit nog had. Maar als iemand me betrapt, heb ik een groot probleem. Er moet een manier zijn. Rietje, jou hoef ik niet meer. Breek de kokosnoot open en leg de twee helften zo neer en doe dan je favoriete snoep erin. Helemaal vol. Had iemand deze tropische godin geroepen? Yup, dat zijn echte kokosnoten. Vol met echt voedsel. Briljante oplossing. Oef, ik heb echt honger ineens. Wacht, mijn potlood. Natuurlijk. Wat als het echt snoep is? Yes, ik ga hem helemaal opeten. Huh? Wat doet hij daar eigenlijk? David, stop. Huh? Wat? Wil je wat? Wil ik wat potlood? Potlood? Oh, klopt. Ik verbeelde me alleen dat het eten was. Oh, David, hier. Laat me eens zien hoe mijn potlood anders is. Ik begon met wat chocolade natuurlijk. Toen legde ik er een lepel op en pakte ik mijn föhn. Het was tijd om de chocolade te smelten en toen had ik mijn potlood nodig. Gummen zijn eenvoudig weg te halen. Ik voegde een kleine tube over het uiteinde van de potlood. Zo kon ik gewoon de gesmolten chocolade erin gieten. Oeh, kijk dat eens. Het ziet er zo goed uit. Maar het moet eerst opdrogen. Tadaa, een chocoladegummel op potlood. Heb je dat allemaal gevolgd? Ik hoop het. Hier, je mag het hebben. Wauw, dankjewel Madison. Je bent geweldig. Dat is zo goed. Precies wat ik nodig had. David, nee, stop. De rest is gewoon een normaal potlood. Oh ja, ik vergat het weer. Mijn fout. Wachten. Geen snacks toegestaan. Hoe snel zou ik deze kunnen opeten? Ik moet ze naar binnen zien te smokkelen. Misschien kunnen die meiden helpen. Dat ding in ieder geval wel. Ik heb een plan. Hebbes. Ik kan het uitleggen. Het is niet eens van mij. Ik moet deze heel even lenen. Ziet eruit als een normale make-up doos, nietwaar? Maar niet lang meer. Gebruik een scalpel om de stukjes eruit te halen. En als ze er allemaal uit zijn, vervang je ze met snoepjes. Haal het papiertje eraf en maak ze kleiner. Nu hebben ze het perfecte formaat. Kijk al die yummy zoetigheid. Prachtig. Niets te zien hier. Stop. Wat is dat? Mijn oogschaduw, zie je? Nou, dat ging gemakkelijk. Alles goed, feestvrienden? Trek in wat zoetigheid. Eén tegelijk. En de rest is voor mij. Deze workout is best leuk. Phew.
Wie vindt hula hoepen nou niet leuk? Ik heb een pauze nodig. En een snack blijkbaar. Niemand kijkt. Ik kan net zo goed een klein hapje nemen. Yes, ik proef het nu al. Wat is een hotdog zonder ketchup? Uh-oh. Nou, wat hebben we hier? Jij kent de regels. Ik was zo dichtbij. Sportles. Wacht eens even. Ik kan deze dingen ook verstoppen. Eerst halen we deze handvaten ervan af. Dan halen we het touwtje door deze plastic buisjes. Laten we dit middelste worstje gebruiken. Prik het plastic erin en druk het helemaal doorheen. Niet de andere kant vergeten. Laten we hem uittesten. Het werkt! Gewoon touwtje aan het springen, ziet u? Ga zo door. En ze trapt er helemaal in. Hé, eiwitten. Hongerige geesten denken hetzelfde, toch? Hoe ga ik dit allemaal afkrijgen? Oké, ik geloof dat ik het snap. Stom potlood. Wie houd ik voor de gek? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb gelukkig sterke koffie. Oké, concentreren. Op deze weet ik het antwoord wel. Ja, het lukt! Volgens mij is het antwoord B. Koffie bijvullen, dat bedoel ik. Ik kan niet meer scherp zien. Ik heb geen tijd om moe te worden. Ik moet ogen open houden. Oh nee, het is helemaal doorweekt. Wat een ramp. Ik ben zo'n kluns. Dan nog maar eens bijvullen. Wat is hier gebeurd? Je hebt koffie gemorst? Arme jij. Ik wou dat ik je kon helpen. Nou, misschien kan ik dat ook wel. Geef me je hem ook eens. Mijn chipsdeksel past er precies op. Dat zou een nieuw ongeluk moeten voorkomen. Waar was ik gebleven? Nee! Hé, er is niks gemorst. Lily heeft hele goede ideeën. En het blijft ook nog warm. Kon ze dit probleem maar oplossen? Blijf daar staan. Op dit feest zijn eten en drinken niet toegestaan. Oh nee, hij stuurde die vent gewoon weg. Wat ga ik nou doen met al mijn snoep? Ik heb het nodig. Ik eet het nu allemaal op. Zo lekker. Ik kan hier wel wat verbergen. In de mouwen en in de sokken. Oké, dit moet werken. Tijd om naar het feestje te gaan. Laat me eens kijken. Heb je eten of drinken bij je? Hou je me daarmee voor de gek? Ik kan je snoep zien. Snoep? Dit is gewoon een onderdeel van mijn Lou-outfit. Vooruit, maak dat je wegkomt. Waarom gelooft hij me niet? Hé, wacht eens even. Misschien kan de bloemenkrans me wel helpen. Oké, ik zal beginnen met de krans te knippen. Zo, nu kan ik beginnen met het uit elkaar te halen. Tot zo, bloemen. Daar gaan we, dat is de laatste. Nu heb ik de draad voor de krans. Ik spreid het gewoon uit zodat het mooi en lang recht is. En nu is het natuurlijk tijd om de snoep te introduceren. Ik zal gewoon een lang draad neerleggen. Ja, en nu kan ik het langs de hele draad herhalen. Kijk naar al dat snoep. Heerlijk, tijd om dit eronder te draaien. Ik wil eigenlijk dat de linten min of meer aan het touwtje hangen. Oké, laten we nog meer toevoegen. Snoep is geweldig. En dan moet ik natuurlijk de bloemen terugzetten, zodat het geloofwaardig is. En ze zijn ook heel mooi. Oké, ik vind dat dit er goed uitziet. Even dubbelchecken. Ja, het is heel schattig rokje geworden. Ik ben zo slim. Hoi, mag ik nu naar het feest? Jij was het meisje van net. Laat me eens van dichterbij bekijken. Oké, je ziet er goed uit. Maar eerst limbo. Ga maar naar beneden, je kunt het.
Joepie, dat was leuk. Oh my god, dat was zo moeilijk. Ik heb wat snoep nodig om mijn energie weer op peil te krijgen. Ik heb geen idee. Heerlijk. En nu heb ik energie om de hele nacht door te feesten. Feesten, feesten, feesten. Hoe ga ik dit allemaal afkrijgen? Oké, ik geloof dat ik het snap. Stom potlood. Wie houd ik voor de gek? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb gelukkig sterke koffie. Oké, concentreren. Op deze weet ik het antwoord wel. Ja, het lukt. Volgens mij is het antwoord B. Koffie bijvullen, dat bedoel ik. Ik kan niet meer scherp zien. Ik heb geen tijd om moe te worden. Ik moet ogen open houden. Oh nee, het is helemaal doorweekt. Wat een ramp. Ik ben zo'n kluns. Dan nog maar eens bijvullen. Wat is hier gebeurd? Je hebt koffie gemorst? Arme jij. Ik wou dat ik je kon helpen. Nou, misschien kan ik dat ook wel. Geef me je hem ook eens. Mijn chipsdeksel past er precies op. Dat zou een nieuw ongeluk moeten voorkomen. Waar was ik gebleven? Nee! Hé, er is niks gemorst. Lily heeft hele goede ideeën. En het blijft ook nog warm. Kon ze dit probleem maar oplossen? Man, ik ben echt in een feeststemming. Hé, feestje. Serieus? Wat een spelbreker. Tenzij ik het naar binnen kan smokkelen. Wacht eens even. Deze oude heren waren iets op het spoor. Oh yeah. Ik had er 2 moeten meebrengen. Kan je niet lezen, jongeman? Whatever. Mevrouw? Het is me een genoegen. U bent een echte heer. Dank u zeer. Dat was gemakkelijker dan ik dacht. En nu kan ik snacken wanneer ik maar wil. Klaar voor de volgende. Ieder zijn ding. Luister, regels kunnen heel belangrijk zijn. Maar niet alle regels zijn even nuttig. Zeker niet als het om snacks gaat. Klaar voor onze stiekeme geheimen? Klaar, mikken. En alweer gemist. Focus. Vind je doelwit? Is er iets mis met dit bord? Wat nu? Een feestje? Maar weet je nog wat er de vorige keer gebeurde? Ik mocht van de uitsmijter geen snacks meenemen. Dat was balen. Nu heb ik echt slechte zin. Nee! Nou, ik heb een idee. Heb jij ook zo'n dartbord? Gebruik dubbelzijdig plakband en plak het in de kleine rechthoekjes. Weg jij. Plak je wijngums hier. Zo komt het eruit te zien. Yummy! Stop! Geen snacks, geen probleem. Jij alweer. Je eigen spel meegebracht, hè? Alleen een dartspel, gast. Dank je. Het heeft gewerkt! Hey jongens, trek in wormpjes. Gummiwormpjes, kijk maar. Best cool, nietwaar? Deel je rijkdom, Kevin. Man, ik ben echt in een feeststemming. Hé, feestje. Serieus? Wat een spelbreker. Tenzij ik het naar binnen kan smokkelen. Wacht eens even. Deze oude heren waren iets op het spoor. Oh yeah. Ik had er 2 moeten meebrengen.
kan je niet lezen, jongeman. Whatever. Mevrouw? Het is me een genoegen. Oeh, u bent een echte heer. Dank u zeer. Dat was gemakkelijker dan ik dacht. En nu kan ik snacken wanneer ik maar wil. Klaar voor de volgende. Ieder zijn ding. Wachten. Geen snacks toegestaan. Hoe snel zou ik deze kunnen opeten? Ik moet ze naar binnen zien te smokkelen. Misschien kunnen die meiden helpen. Dat ding in ieder geval wel. Ik heb een plan. Hebbes. Ik kan het uitleggen. Het is niet eens van mij. Ik moet deze heel even lenen. Ziet eruit als een normale make-up doos, nietwaar? Maar niet lang meer. Gebruik een scalpel om de stukjes eruit te halen. En als ze er allemaal uit zijn, vervang je ze met snoepjes. Haal het papiertje eraf en maak ze kleiner. Nu hebben ze het perfecte formaat. Kijk al die yummy zoetigheid. Prachtig. Niets te zien hier. Stop. Wat is dat? Mijn oogschaduw, zie je? Nou, dat ging gemakkelijk. Alles goed, feestvrienden? Trek in wat zoetigheid. Eén tegelijk. En de rest is voor mij. Niet zo snel. Maar ik heb deze net gekocht. Dit is zo oneerlijk. Hey, laat me dat ding nog eens zien. Kijk, die knappert eens. Oh, sorry. Ik was even afgeleid. Veel plezier op het feestje, dame. Dat werkt perfect. Hey, Bella. Zal ik je geheimpje verklappen? Je hebt alleen een kleine watermeloen nodig en wat zilveren haarspray. Deze zal niet lang meer op fruit lijken. En nu het coolste gedeelte. Pak de kleine spiegeltjes op de meloen. Eerste klaar. En nog heel veel te gaan. Je beweert dat dit een meloen is? Je bent echt een genie, Bella. Ah, de perfecte feestsnack. Zeg, meloenfeestje. Deze chocolade is precies wat ik nodig had. Maar niets maakt mij zo blij als mijn mooie Bella. Kusje, lieverd. Hey, is Bella op dat feestje? Ik zou haar een snack moeten brengen. Ze zal meteen verliefd op me worden. Niet zo snel. Deze regels zijn echt dom, hoor. Oh, stop. Draai om. Chocoladecapuchon. Maar ik heb ze nodig. Ik moet iets creatiefs verzinnen. Zou dat opvallen? Ik weet het. Oh yeah. Dubbelzijdig plakband. Check. Nu het plaatsen. En ze zeggen dat je van chocola geen buikspieren kunt krijgen. Nog eentje. Dat is wat ik bedoel. Niet het bovenste knoopje vergeten. We zijn er klaar voor. Eens kijken wat we hier hebben. Pardon, meneer. Iemand gaat naar de sportschool. Phew. Dat ging heel soepeltjes. En nu de echte test. Die gast weer? Ik ben klaar met die flauwekul. Tijd voor het serieuzere werk. Of zal ik zeggen, het zoete werk. Val maar aan, dames. Mag ik er ook eentje? Laat maar. Waarom zou je jezelf beperken?
Denk je dat je deze stiekeme heks kunt gebruiken voor je volgende grote feest? Het enige dat nodig is, is een rommelende buik en een creatieve geest, toch? Zorg ervoor dat je deze video met je vrienden deelt om ze je kleine geheimpje te verklappen. Heb je deze al gezien? Abonneer op ons kanaal, zodat je nooit meer een video hoeft te missen. Honger ineens. Wacht, mijn potlood. Natuurlijk. Wat als het echt snoep is? Yes, ik ga hem helemaal opeten. Huh? Wat doet hij daar eigenlijk? David, stop. Huh? Wat? Wil je wat? Wil ik wat potlood? Potlood? Oh, klopt. Ik verbeeldde me alleen dat het eten was. Oh, David, hier. Laat me eens zien hoe mijn potlood anders is. Ik begon met wat chocolade natuurlijk. Toen legde ik er een lepel op en pakte ik mijn föhn. Het was tijd om de chocolade te smelten en toen had ik mijn potlood nodig. Gummen zijn eenvoudig weg te halen. Ik voegde een kleine tube over het uiteinde van de potlood. Zo kon ik gewoon de gesmolten chocolade erin gieten. Oeh, kijk dat eens, het ziet er zo goed uit. Maar het moet eerst opdrogen. Tadaa, een chocoladegummel op potlood. Heb je dat allemaal gevolgd? Ik hoop het. Hier, je mag het hebben. Wauw, dankjewel Madison, je bent geweldig. Dat is zo goed. Precies wat ik nodig had. David, nee, stop! De rest is gewoon een normaal potlood. Oh ja, ik vergat het weer. Mijn fout. Niet zo snel. Maar ik heb deze net gekocht. Dit is zo oneerlijk. Huh? Hé, laat me dat ding nog eens zien. Kijk, die knappert eens. Oh, sorry. Ik was even afgeleid. Veel plezier op het feestje, dame. Dat werkt perfect. Hey Bella. Zal ik je geheimpje verklappen? Je hebt alleen een kleine watermeloen nodig en wat zilveren haarspray. Deze zal niet lang meer op fruit lijken. En nu het coolste gedeelte. Pak de kleine spiegeltjes op de meloen. Eerste klaar. En nog heel veel te gaan. Je beweert dat dit een meloen is? Je bent echt een genie, Bella. Ah, de perfecte feestsnack. Zeg, meloenfeestje. Oké, deze thee wordt geweldig. Oeh, terwijl ik wacht. Hey, David. Wat? Ik wil ook drinken, alsjeblieft. Oké, natuurlijk. Oh, hier is wat warme chocolademelk in. Jullie, snoep, snoep, snoep is verrukkelijk. Laat me dit pakken. Wat is dit nou? Je hebt al mijn snoep opgegeten. Kom op, geef maar hier, nu meteen. Geef het nu aan mij, ik maak geen grap. Och, ik ben zo boos op je. Maar snoep! Och, prima. Neem terug als je het zoveel voor je betekent. Jippie, bedankt David. Nou, geweldig. Nu heb ik geen snoep meer om te eten. Oké, ik zie haar nergens. Ik kan gewoon naar binnen sluipen. En nu kan ik mijn gummywormen pakken die ik hier heb weggestopt. Yes, ik ben zo dol op gummy snoep. Ze zijn mijn favoriet. Hoi David, mag ik wat gummy worden, alsjeblieft? Ugh, pak de hele zak maar. Ze pakte hem, maar dat was een onderdeel van mijn plan. Want terwijl ze die eet, heb ik mijn nog geheimere verborgen voorraad. Ik neem een tube tandpasta en kneep het eruit. Oeh, kijk naar die gel. Oké, de tube is leeg en nu gooi ik de tandpasta gewoon weg. En dan mijn gummywormen terug. Ik schuif ze gewoon in de buis. Ze passen perfect. Nu zal ik gewoon de dop er weer op doen om de vermomming af te maken. En nu, als ik een gummyworm wil eten, dan heb ik er eentje al klaarstaan. Ja, ik kan niet wachten om deze heerlijke gummies te kauwen. Zo lekker. Ik denk dat de magnetron betere dagen heeft gekend. Wanneer hebben we het voor het laatst schoongemaakt? Ugh, het is zo vies. Wacht, ik heb een idee. We hebben deze pop nodig. Ik til gewoon haar haar op. En giet er wat water in. Vervang dan het haar. Nu moeten we er alleen in de magnetron doen. Zet hem aan en laat de pop het werk doen. Moet je zien!
Ik denk dat we klaar zijn. En nu hoeven we hem alleen nog maar schoon te vegen. Al het vuil komt er gewoon af. Zie je? Kijk naar het verschil. Het is zo handig. Wat heb jij? Wacht even. Hi, mam. Niet op mij letten. David, stop met het maken van een puinhoop. Wat bedoel je? David, waag het niet. Nee! Kijk maar, het gaat vallen. Oeps, genoeg. Temperament. We moeten vandoor. David, kijk deze rommel. Wauw, ze is gek. Ik kan je niet geloven. Moet ik weggaan? Kijk eens naar de magnetron. Kun je die schoonmaken? Alsjeblieft. Oké, maar voor deze ene keer. Wow. Oh, het is sprankelend. Wow. Ziet er goed uit. Daar ga je, schat. Ruim nu je rommel op. Oei, wat jammer. Oké, het was het waard. Iedereen verrassen met dit heerlijke diner. Het draait allemaal met gebruik van verse ingrediënten. Oeh. Ik ruik dat de kip klaar is. Zo lekker. Oeh, iets droger dan de bedoeling was. Het smaakt vast nog steeds goed. Ik kan dit wel fixen. Waarom is mijn timer niet afgegaan? Gah. Je bent in de steek gelaten, stomme wekker. Ik moet snel iets bedenken. Ik heb het. Ik ben briljant. Hallo? Mag ik een bestelling plaatsen? Dank je. Zo snel? Heel erg bedankt. Oeh, die ruikt veel beter dan de mijne. Ziet dit er niet heerlijk uit? Op mijn bord lijkt het net een eigen creatie. Mijn gast! Het ruikt heel lekker hier. Voor mij? Ik heb het zelf gemaakt. Ben voorzichtig, het is heet. Beetje een knoeiboel, hè? Dat kun je wel zeggen. Ik heb genoeg gehad. Maar het was wel lekker. Hey, zal ik je een truc laten zien? Klaar? Neem een tortilla en snijd hem tot halverwege. Voeg vervolgens aan elk deel verschillende dingen toe. Het kunnen toppings of specerijen zijn. Bouw hem dan dicht op deze manier. Eén fout tegelijkertijd. Laatste! Perfect! Zo kan er niet geknoeid worden. Hier. Lekker, hè? Je taco's zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ik krijg hier dorst van. Ik weet het. Maar we hebben frisdrank. Uh-huh. Wacht. Ik moet iets halen. Kijk eens naar deze coole flesopener. De dop gaat er gewoon af. Zo snel en makkelijk. Nu is het jouw beurt. Als jij het zegt. Waar gaat hij heen? Hoi, mag ik je fiets? Wat? Ik betaal je. Afgesproken. Hij is helemaal van jou. Bedankt. Ik zal het hier neerzetten. Gebruik vervolgens het pedaal om de dop van de fles te verwijderen. Wauw! Heb je nou net een fiets gekocht? Jazeker. Proost. Nu maak ik het blikje open. Ik draai gewoon de flesopener om. En het tilt het lipje gewoon op. Best goed, hè? Het is zo handig. Oké. Ik heb niets bijzonders. Ik denk dat ik gewoon mijn vingers ga gebruiken. Het is vrij eenvoudig. Maar, laat maar. Ik denk dat het gelijkspel is. Laten we gewoon genieten van onze frisdranken. Hey, alles goed? Trek in een kleine snack.
Eeuw, daar zit zoveel suiker in. Ik blijf liever gezond, dankjewel. Ik ga super fit worden. Daarom eet ik alleen maar groen voedsel. En drankjes. Je zou het ook moeten proberen. Ik? Ik hou meer van een regenboogdieet. Met geel voedsel en bruin voedsel en alles daartussenin. En er gaat niks boven roze voedsel. No. Weet je niet wat de regels zijn? Maar ik wil dit opeten. Whatever. Ik moet naar de les. Dit is zo balen. Dan moet ik maar op een lege maag sporten. Maar ik moet wel fris ruiken. Wacht eens even. Ik heb een idee. Oh yeah. Om dit spul te smokkelen, haal je de stick uit de deodorant en vervang je het met een suikerspin. Sneaky, hè? En het ruikt nog veel beter nu. Tijd om te zweten. Ga door. 1 seconde. Sorry, ik zal het inhalen. En starten. Yes! Het is tijd voor een snack. Ik zweet als een varken. Doe wat je moet doen. Grapje. Ik heb alleen even wat suiker nodig. Ik kan maar beter voorzichtig zijn. Man, ik voel het overal branden. Daar ben ik weer, beveiliger. Huh. Cowgirl fashionista. Deze lobby is niet groot genoeg voor ons allebei. Is dat zo? Echt waar. Trek je wapens. Oh ja? Kun je lezen? Waar heb je je snack verstopt? Hier is niks te vinden. Ik smokkel geen eten, meneer. Geniet van de show, mevrouw. Wat een aardige dame. Sophia, wat zie je er mooi uit. Niet doorvertellen, ik ben helemaal volgeladen. En eentje voor jou. Dank je. Nou, kom maar op met die mode. Oké, deze thee wordt geweldig. Oeh, terwijl ik wacht. Hey, David. Wat? Ik wil ook drinken, alsjeblieft. Oké, natuurlijk. Oh, hier is wat warme chocolademelk in. Jullie, snoep, 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 is verrukkelijk. Laat me dit pakken. Wat is dit nou? Je hebt al mijn snoep opgegeten. Kom op, geef maar hier, nu meteen. Geef het nu aan mij, ik maak geen grap. Och, ik ben zo boos op je. Maar snoep! Och, prima. Neem terug als je het zoveel voor je betekent. Jippie, bedankt David. Nou, geweldig. Nu heb ik geen snoep meer om te eten. Oké, ik zie haar nergens. Ik kan gewoon naar binnen sluipen. En nu kan ik mijn gummywormen pakken die ik hier heb weggestopt. Yes, ik ben zo dol op gummy snoep. Ze zijn mijn favoriet. Hoi David, mag ik wat gummywormen alsjeblieft? Ugh, pak de hele zak maar. Ze pakte hem, maar dat was een onderdeel van mijn plan. Want terwijl ze die eet, heb ik mijn nog geheimere verborgen voorraad. Ik neem een tube tandpasta en kneep het eruit. Oeh, kijk naar die gel. Oké, de tube is leeg en nu gooi ik de tandpasta gewoon weg. En dan mijn gummywormen terug. Ik schuif ze gewoon in de buis. Ze passen perfect. Nu zal ik gewoon de dop er weer op doen om de vermomming af te maken. En nu, als ik een gummyworm wil eten, dan heb ik er eentje al klaarstaan. Ja, ik kan niet wachten om deze heerlijke gummies te kauwen. Zo lekker.